Goedemiddag, welkom in festivalbrouwerij De Gapert. Een primeur in de wereld, nog nooit vertoond. We hebben een echt brouwhuis geplaatst in een caravan met wat luiken. We waren bezig met het organiseren van dit festival, Slowlands. Dat draait om beleving en wij wilden graag ook op het festival een bierbeleving hebben. Dus wij zijn echt maar voor het festival op zoek gegaan naar een mobiele bierbrouwerij. Maar die bestond nog niet, dus zat er niks anders op dan er zelf een te bouwen. De wagen bevat een brouwhuis. Dus zeg maar het belangrijkste ambachtelijke proces van bierbrouwen, dat kan in de wagen worden uitgevoerd. De brouwerij op wielen is niet alleen bedoeld voor festivals. Bierclubs en ondernemers kunnen de wagen ook huren om aan huis te brouwen. De wagen is goed voor een productie van 900 liter per dag. Ja, de reacties zijn overweldigend. Van Amerika tot en met Tsjechië, Polen, noem het allemaal maar op. Iedereen is buitengewoon geïnteresseerd in het concept. Het is niet om er rijk van te worden, maar we vinden het wel gewoon heel erg leuk om te doen. Er is alleen één maar. Het bier wat we brouwen kan niet meteen worden getapt. Dat moet eerst vergist worden. Maar wat we dus doen is we brouwen en 4 weken later zetten we het op tap. Nou, zal ik het eerlijk zeggen, die klerenleier is een verdomd lekker bier. Geen woord van geloof. Nou, chanté, hè? Het volgende.